werkplezier, persoonlijke ontwikkeling en soft skills. Dit stond allemaal centraal bij het eerste Happy at Work Festival voor studenten, trainees en NBA jongprofs. Waarom over dit thema een speciaal festival voor de jongste generatie accountants? Goed om te weten, ons belangrijkste thema op dit moment, ons belangrijkste doel, is werkplezier vergroten. En vandaar ook dit thema hier vandaag, met jullie, met een borrel, met een barbecue, met een DJ. Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. We kunnen niet werkplezier in deze hele sector gaan verbeteren. Daar hebben jullie voor nodig. Daarom dus, werkplezier, dat doe je niet alleen, maar met elkaar. Dat is het uitgangspunt. Dus ging het programma interactief en plenair van start met creatief expert Karel Raats. Hij stelde de zaal de onmogelijke vraag: hoe kruip je door een zelfgemaakt gat in een A4'tje? En er is een bepaalde eigenschap van deze oplossing die ik zo'n beetje overal terugzie. En dat is deze. In de aansluitende deelsessies kwamen allerlei indirecte skills aan bod die van waarde zijn op de werkvloer. Bijvoorbeeld hoe je je stemgeluid effectief inzet. Mijn naam is Tanja Langendijk en ik ben ook accountant. Daartegenover stond verstilling, aarde en je eigen kracht ervaren. Zoals in de workshop Aikido. Als je jezelf bent op kantoor, meer bent dan de titel op je visitekaartje, dan sta je steviger in de professionele omgeving. En deelnemers mochten dat zelf ervaren. En vanuit de verstilling was er ook meer ruimte voor observatie. Minder oordelen. De juiste vragen stellen. Zoals met de methode uit de Socratische filosofie. En dan ontstaat ook al volgens mij een belangrijk moment. Waarop je bij de club hoort, ja of nee. En dan? Ga je de club verdelen of ga je de club onderzoeken? Ja, onderzoeken. Dat deden de deelnemers ook in de workshop over de work-life balance. Want hoe ga je van te weinig tijd naar evenwicht en kwaliteit? Ik vond die opdracht helemaal niet leuk omdat het niet uitdagend was. Dan moet je er alsnog 200 uur aan besteden. Zorg niet per se voor werkstress, maar... En er was nog zoveel meer. Zoals deze workshop over personal branding. Maar ook workshops over impact maken en over psychologische veiligheid. Daarna was het woord aan spoken word artiest Lev Avitan met een inspirerende samenvatting van de dag. Jullie zijn de nieuwe lichting. Belangrijk voor de toekomst van dit beroep. Sla samen een nieuwe richting als de gebaande paden dat niet doen. Ik zie zoveel sociaal kapitaal, rijk en divers. De omzet van jullie werk is niet uit te drukken in wat geld. Maar ik zou het wel willen zien. Want wat ik gewoonlijk over jullie te weten krijg, is vooral het faillissement. Dus publiceer eindelijk ook eens al jullie succes.